Hey squad members, welkom bij deze CFX update. Oké, welkom bij deze eerste CFX squad update. In deze update vertellen we even kort van hoe onze week van CFX squad, hoe die geweest is. Ja, wat wij hebben gedaan de afgelopen week, we zijn eigenlijk heel erg druk. Want wij zijn begonnen met ons nieuwe YouTube kanaal CFX squad NL. Maar onze main channel CFX squad, je zult zien dat er wat minder geüpload is de laatste tijd. Puur omdat wij heel erg in gesprek zijn en grote opdrachten hebben aangenomen van grote VFX studios. Dit betekent voor ons dat wij alleen maar beter gaan worden in onze kwaliteiten en onze video's alleen maar beter gaan worden. Wat nadeel is dat wij iets minder tijd hebben voor onze main channel om grote producties te doen. We zijn op dit moment met een grote productie bezig voor CFX Squad. Er zit heel veel tijd in en we zijn bezig met al die content voor CFX Squad NL. Dus CFX Squad members, vergeet niet ons in de gaten te houden. We komen zeker terug, we zullen nooit stoppen met onze channel en we blijven uploaden. Ja, dus zoals Thomas al zei, we zijn met een aantal hele grote en mooie projecten bezig. En dat neemt nog eenmaal, helaas ook voor jullie, neemt dat iets meer tijd in beslag dan onze normale video's. Dat betekent wel dat er echt super vette, neem dat van ons aan, echt super vette content aankomt. En zo gauw die echt online komt, dan heb je echt zoiets van wow, vet. Super vet. Ja, die jongens zijn echt doorgegroeid. En ja. Wat wij ook willen, wij moeten ons ook blijven uitbreiden. Ja. En nieuwe dingen blijven proberen natuurlijk, want het moet voor jullie vet blijven. Yes. Dan gaan we het hebben over CFX Squad NL. Ja, dit is dus ons nieuw kanaal, dat is onze eerste update en we willen even kort uitleggen van wat wij precies allemaal geüpload op CFX Squad NL. Maandag behind the scenes. Ja. Dit houdt in dat wij, als wij voor ons main channel CFX Squad opnemen, nemen we altijd een tweede camera mee, waardoor wij laten zien hoe wij achter de schermen werken. Dus gewoon een kijkje behind the scenes. En op die manier kun je zien hoe wij werken. We zullen elke maandag proberen zo'n video up te loaden, als het ligt aan onze producties natuurlijk. En onze bedoeling is daarmee om jou te laten zien hoe wij werken. Ja, dus we nemen echt een heel letterlijk, wij laten jullie een kijkje nemen van hoe wij onze video's schieten. En op die manier geven jullie ook kleine, korte tips van op de set waar je eventjes op kunt letten, zodat jullie eigen video's ook gewoon verbeteren. Ik raad je echt aan om ze te kijken, want het is echt heel leerzaam. Ja, op dinsdag geven jullie VFX tutorials. Dan leggen wij kort uit hoe jullie je eigen effecten kunnen maken. We zullen echt beginnen met alle basisdingen, zodat jullie stap voor stap kunnen groeien naar de level waar wij op dit moment op zitten. Woensdag is tips, CFX tips. Dit houdt in dat wij kleine korte tips geven over wat wij doen op de set. Kleine handigheden die jij zelf voor jouw eigen filmpjes kan maken. En waardoor wij ook zelf gewoon op een hele goedkope manier gewoon vette dingen kunnen gebruiken. Volgende aflevering van CFX tips wordt geld maken. Yes, dus blijf zeker kijken. Donderdag is echt het vetste wat wij op dit moment vinden. Ja. En dat is? Airsoft. Ja, we zijn gewoon heel actief aan het spelen als team de laatste tijd als Airsoft. We hebben allemaal extra camera's op ons hoofd. Yes. We zijn gewoon zo druk bezig, we hebben zoveel footage al verzameld van al die games en die scrims die we gespeeld hebben. We hebben gewoon zoveel en we vinden het gewoon zo vet om met die guns en net zoals in games en zo. Ja, en we reviewen op donderdag, de eerste video's zullen allemaal reviews zijn van wapens. Onze vorige video was een Glock. De andere review wordt een M4. En daarna zullen er vooral ook baanreviews komen, wat voor scrims we heen gaan. Ook kleding. Ja. En hoe je met ons kan airsoften. Maar yes. Dat is in de toekomst. Yes. Airsoft is sinds een klein jaartje echt legaal, geloof ik, in Nederland. Ja. Iets meer dan een jaar misschien. En dat is laatst echt enorm booming. En wij willen jullie graag meenemen in de wereld van Airsoft. En daarom check CFX Squad NL en op de donderdag, want dat zijn de Airsoft video's. Yes. En dan gaan we door naar de vrijdag. Vrijdag is dus vandaag. Op vrijdag uploaden we altijd een CFX Squad update. Zoals deze. Yes. In die update vertellen we gewoon in een kort hoe onze week van CFX Squad is geweest. Dus als wij vette dingen hebben meegemaakt, of we hebben vette projecten gedaan, of er komen vette projecten in de toekomst aan, dan vertellen we jullie in een kort even wat de bedoeling is. Zaterdag. Zijn we even helemaal vrij van het werk? Ook wij hebben even vrije tijd nodig natuurlijk. Ja. 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 Maar eigenlijk zijn we op zaterdag alsnog bezig met nieuwe ideeën. Dus. Meestal zijn we op zaterdag zijn we gewoon aan het filmen. Dus dan filmen we die behind the scenes wat dan maandag online komt. Dat is waar. En als we spullen moeten zoeken voor onze filmpjes, zulke dingen, doen we dat meestal ook op zaterdag. Op zondag doen wij CFX Talk. Dat zal vooral Ronald en ik zul je vooral zien. En we hebben het over de nieuwste tv-series, games, al die dingen. Het is eigenlijk gewoon een kort gesprekje hoe wij denken over zulke dingen. Ontwikkelingen in de gadgets en al die dingen en dat kun je ook daar zien. Ja, 6 dagen in de week hebben wij een nieuwe upload voor jullie. Ja, dus hou CFX Squad NL in de gaten. Vergeet niet te subscriben, onze video even te share, te liken en de thumbs up te geven. Abonneer op ons kanaal en CFX Squad out!